Dames en heren, welkom bij Overleven met Roby en Vincent. En in deze aflevering 7 gaan we weer verder waar we vorige keer gebleven waren. En dat is namelijk in dit huis. Na het intro. Ah, nee hoor. Okay, people, let's go to work. En we hebben kipjes, hebben we gevonden. En Erik heeft ze gelokt en nu gaan ze eieren leggen. En dan vind ik het een klein beetje een klein hokje, maar het is wel overzichtelijk. Want we kunnen wel vanaf de buitenkant kunnen we de eieren oppakken. Dus we houden het nog even zo. Ik ga het nog wel wat mooier maken door wat dirt eromheen te leggen. En ik ga natuurlijk beginnen aan een nieuwe farm dichtbij ons huis. Dus dat wordt heel vet. Hebben jullie een beetje een leuke locatie voor die farm? Want wie heeft er een bucket emmer? Had iemand al een bucket emmer? Nee. Nog niemand. Nog niet, oké. Oh, maar dat is... herinnert me wel aan dat ik even wat iron moet melten. Yes. Skelet mag mij niet. Oké, ik ga Die Hard nu pakken terwijl het skelet mij kan doden. Oh jee. Hopelijk gaat hij niet schieten op me. Dat kill. Nee. Ik ga mijn best doen. Hij is stout, die skelet. Hij gaat me niet pakken, Hij blijft... Oh, die was raak. Die was ook raak. Nee, die is ook raak. Ik zou rennen, joh. Heb ik ze in... Ja, oh, kijk nou. Oh, je zit ook lekker onder. Ja, Roby zien. Waar ben je, Roby? Ik ben... In de kelder. Heel dood. Nee, ik ben hier. Oh, daar is hij. Oh, wauw. Allemaal in je hoofd. Echt waar. Oh, nee, bij mij zit het in mijn lichaam, hoor. Eén in mijn been. Hij is wel dood. En één in mijn arm. Bij mij zitten alle drie precies in je hoofd, zo. Cute. Maar er zit toch niks, nee. Hij is dood. Oké, ik ga de... Wie had de bucket, zei je? Nog niet, maar ik heb iron is aan het melten, zeg maar. Oké, tof. Dus in ieder geval 4 iron. Dan kunnen we een bucket maken, dan ga ik de farm vast maken. Dan ga ik een mooie plek voor zoeken, dat we daar heel makkelijk naar kunnen komen. En ik denk dat we daar via de achterkant, misschien dat we achter een deur moeten maken, dat we achter de farm kunnen maken. Ik denk dat dat een nog beter idee is. Maar dan moet Roby eventjes deze weghalen. Deze, noem je dat? Roby, kan je die furnace weghalen in het midden? Okay. Deze, in het midden. Die. Ja. Hij was locked bij een magical spell, dus ik kom sowieso niet gebruiken. Kan je die andere ook slopen? Ja. En dan plaats ik ze even, dan kunnen ze allebei gebruiken. Ik heb er al 1 opgepakt. Kom maar. Ja. Mijn furnace is stelen. Plaats wel even momenteel daar. Zo, okay, dat is leuk. Kijk hoor, we moeten hier een soort van trappetje maken, doe ik al van cobblestone. Dus wat ik nou maak is, kijk hoor, een klein, nee, hier doe ik een trappetje. Ik hoor allemaal zombies, voor mij zitten in de kelder, hoor. Je moet dat echt, dat mysterie gaan oplossen. Voor mij zitten hier beneden bij ons, zitten ze allemaal, ik ga één gat maken in de grond. Voor mij zitten ze daar allemaal. Ik had er net al een paar gehoord. Kom dan. Oh, hier. Ja, onze ja, oude. Ik kan dat zeker. We moeten even. Wacht even, let op. You first. No. Zit er iets? Ik zie niks. Ik hoor ze wel. Oh, Roby! Oh shit! Roby! Nee, ik ben niet aan de hele. Nee. Max dood. Er zit ook een creeper volgens mij. Daarom. Hier, maar. Oh! Bitch. Niet op. Oh, ja! Echt, hè? TNT. Nog meer creepers. Ik sla hem gewoon dood. Oh, zo! Oh. Oeh, ja, geluk. Hier beneden zitten al die beesten, joh. Ja, maar... Hier moeten we afsluiten, hoor, want die robbeesten... Hier moeten we de... bordjes weghalen. Godverdomme, ja, maar klik maar weg. Kring. Hallo, gaan we niet insluiten? Is wel kring... Nee, vind ik... Oh. Oh, gaan we niet insluiten, stinka. Kom maar, Erik. Ik ben eng voor jou. Jezus, zit zo, hè. Echt, jongen. Oké, laat me dat maar doen. Oké, stairs. Als ik je doodkom. Oh. Sst, doe je niet. Nee. Ben ik de lieve beer voor je. Maar had je nog buckets nodig? Nou.
Bucket, ik zou hem een bucket geven. Hier, bucket. Twee stuks. Oh, echt? Wauw, echt super. Ja, maar je had al iron, hè? Dat weet je. Ja. Even kijken hoor. Ja, oh, echt? Ja. Ik noem dit goed. En met die irons van ons, per drie irons kan je gewoon die buckets maken. Oh, tof. En hier komt carpet, hier, serieus? Ja. Oké, okay, we kunnen ook even een cobblestone chest maken. Maar dit gaan we sowieso later nog allemaal verhuizen, denk ik. Mm-hmm. In een wat mooiere plek. Zo kan dus nog meer wol gaan zoeken dan... Ja, ik denk dat je beter kan... Wow, even kijken hoor. Maak wat shears anders, dan kun je... Scissors. Ja, scissors. Dan kan je wat, kunnen we wat met groen doen. Oh, eieren. Oh, ja, nee, maak dat wel, die shears, ja. Hallo meiden, hoe is het meiden? Heb je nog wat gebroed? Twee stuks. Oh, helaas meiden, de volgende keer beter. Zo, helaas meiden. Oh, Chanel is er ook. Hallo Chanel. En Joke. Wat? Joke en Chanel zitten hier. Oh, ze zijn lieverds hoor. Chanel en Joke. Echt lieverds hebben hoor. Ja. Yeah. Wat is er? It's okay. It's okay. It's okay, I don't hurt you. You're perfectly normal. Wat? Oké. Okay. Ik maak hier een grote farm. We moeten wel een beetje een grote farm hebben, neem ik aan, toch? We willen wel wat hebben, denk ik. Een grote farm. Grote farm. Wat zeg je? Grote farm. Ik ga eerst even op varkensjacht of zo. Ja, is goed. Anders ga je even op varkensjacht. Ik denk... Oh, dat is misschien beter. Misschien zou je ook moeten Eetjes. Kijken voor een village, als je wil, voor een wortel. Want echt, we hebben één wortel nodig en that's enough. Oh, ja. Ik ga op villagejacht, ja. Tof. Dat zou echt heel tof zijn. Want weet je, Roy, één is genoeg, hè. Eén wortel. Dan kunnen we echt heel veel doen met die farm. Dan hebben we gewoon voor altijd eten, gewoon. Dat is gewoon echt fijn. Alles voor de wortel. Ik ga op wortelenjacht. Is goed, tof. Maak wij het huis mooier, Erik. En jij ook je kamer yes. moet even africhten. En even het dak erop maken. En ondertussen verzamel ik ook wat gras en zo. Nee, wat bladeren en zo. Met de shears. Oh, dat is goed. En ik plaats nog wat bomen hier. Het gaat helemaal lekker zo. Ik heb het gevoel dat het echt... Oké, we hebben sowieso inderdaad van die mooie... Prachtig jongens, hoe we dit gaan doen. Ik ga het helemaal uitgraven, daar moet ik een schop voor hebben. Schop ga ik even volgens maken. Mij zie ik Erik lopen in de verte. Oh. Oh. Okay. Ja, twee schops gemaakt. Zo. Ik kan het nu wel ver schoppen, denk ik. Wauw. Wat heb je nou met te wouwen? Echt hè? That one. En er moeten toch twee naast zitten? Twee... Dat mag toch, Roy? Twee? Twee, hè? Twee? Ja, twee gaten. Twee. Ja, nou, dat vraag ik aan jou. Ja, wat ik snap er niks van. Waar heb je het over? Als er water voor die farm. Oh ja, Of twee, toch? Als je oneindig water Bier. Wilt bedoelen. Oh, nee. Oh, zo moeten we ook nog hebben, ja. Ja. Dat is misschien wel handig. Dat is misschien wel handig, hè? Als we dat water... Ja. Oh, nee. Het wordt donker. Erik, ga je het redden, denk je? Heb je een home gezet bij ons? Nee. Nice! Nice! Lekker... Ja. Ja. Nice. Dat is niet maar gelijk. Gelukkig hebben we wat anders. Oh. Fernandez. Oh. We hebben wat anders met Fernandez. Het wordt donker, jongens. Wat gaan we doen? 6D? Nee. Nee, mag niet, hè. Misschien dat Erik in één keer uitschiet. Torches. Ja, torches. Oké, we hebben een grote farm nu aan het maken zijn. Ik zal wat fenshekjes maken. Roy, jij had al veel vensters gemaakt, hè? Nee, ze zijn op. Oh, zijn er op? Oké. Nou, gelukkig heb ik heel veel wood gemaakt. Zo, dit even mooi maken, zo. Dit ziet er mooi uit, jongens. Deze farm wordt heel mooi. Gaan we ervoor zorgen dat die mooi wordt. Zo. Oh, nou, gelukkig heb ik er twee gemaakt. Twee schoppen. Dan kan ik het sowieso ver schoppen. En ik heb heel veel dirt nu. Dus daar kunnen we ook weer wat moois van gebruiken. Kunnen we weer herplaatsen op een ander gebied. Zo. Hoppakee.
Oh, hoe deden we dat ook weer? Gewoon een gat van 4 maken, hè? Daar moest je water in droppen, ja, toch? Ja, gat van 4. Oké, ik ga het proberen. Probeer je het even. Ja. Anders probeer ik het even, een moment. Ik ga water halen aan de kant. Heb ik nog die buckets bij me? Ja. Oké. Okay. Ik ga het nu halen. Oh, iemand heeft van dat wiet geplaatst hier. Van dat suikerriet. Oh, zombies, ja, zombies, heb je witte wol? Kushie, kushie. Mooie plek hebben. En de Enderman. Oh shit. Oh nee, echt? Ja, oh, een Rowie-man. Het is een Rowie-man. Oh jee. En hoe gaat het dan met het water? Gewoon je hebt 2 emmers nodig om het te vullen. Wacht, dan. Ik ga naar binnen. Anders ga ik dood. Ik hoor het. Shit, shit, shit. Die beesten zijn zo vervelend, joh. Ze hebben niks te doen in hun leven. Die hebben ook geen baan of zo. Huh? Zo jammer. Zo. Kan je dit ook koken trouwens? Nee. Oh, oké. Okay. It's okay. Oké. Waardevolle spullenkus leg ik ook. Oh, we hebben 19 iron, joh. Oké, okay, nice. Lekker bewaren. Je hebt niks gevonden ervan. Zullen we slapen? Ik weet niet of het dan dag wordt. Slapen? Nee, ik kan niet, want even is. Oké. Ik maak even een dak, zeg maar. Oh, bij ons boven? Ja. Tof. Hey. Bij Erik ook? Doe je dat met slaps allemaal, of niet? Ja. Ik heb nog glas. Oh. Nou. Kijk of hier maak nog... Maak wat slaps even. Wil je me helpen, want mijn slaps zijn bijna op. That's okay. Nee. Oh. Nee. Gaat goed? Endermans, alles. Oh jee. Hele rut met het oog. Endermans zijn echt... Vervelend, jongen. Gelukkig heb ik niet zo vaak meegemaakt. Maar die ramen zijn zo mooi, hoor, Rui. Echt een schöne raampjes, hoor. Prachtig. Als hier, we doen een groot raam hier nog. Dat vind ik ook wel mooi. Als we een beetje een groot raam hebben. Zo. En best wel een schön gebouw wordt het vanaf de buitenkant ook nog, hoor. Nee, Vincent is hier niet, Ricky Go Gamers. Even kijken, hoor. Kunnen we hier nog een raam maken? Oh, dat is mooi. Ik hoor een spin. Oh jee. Oh dear. Hier, die kunnen de dingen opklimmen. Wat? Kunnen die opklimmen? De huizen. Nee joh. Zeker. Hoe dat? Gewoon, met een poten. Nee joh. Ben je dit? Ja, wist je dat nog niet? Nee. Ja, echt. Serieus joh. Echt zo? Oh, grappig. Nooit gezien? Nee. Waarom denk je altijd dat ze op daken zitten? Oké. Okay. Oh, wat cute. Ze kunnen gewoon op daken klimmen, wat grappig. Zie je ze ook, even zo, hoe zie je ze dan omhoog klimmen dan? Gewoon, echt via de zijkant zo. Ja, maar met hun lichaam omhoog of gaat hij echt kantelen ook, dat lichaam? Nee. Met dat lichaam gewoon. Hij kantelt niet. Dat is wel jammer, ja. Dat zou echt droog eruit zien. Want bij dit ziet het nog droger uit als dat lichaam helemaal. Hey, kun je even slapen? /D. Oh, wauw, kijk nou. Het is net dag geworden. Oh, ik zag hem lopen. Oh, ik schrik me de pleuren. Wat, dat beest gaat omhoog, kijk. Kijk, hier, kom in dat... Ja, ik zag het. Hier, kom kijken. Wat dan? Oh. Hij loopt... Oh, ja, ik heb een gat gemaakt en hij loopt er echt net... Oh, kijk nou. Hij zit te loeren. Die beneden zit er ook heen. Die ging ook het dak op. Ja? Ja, kijk, die gaat ook omhoog. Kijk. Oh. Oh. Spinnetje. Hij is wel lief op zich. Nee. Lief, ja. Overdag doen ze inderdaad niet. Vaak niks. Overdag doen ze niks? Soms. Nee joh, doe normaal. Nee, dat is echt zo. Ja? Soms wel, ja, het kan zijn dat ze overdag vriendelijk zijn. S'avonds niet. Oh, wat de hel. En die skeletten dan? Wat komen die doen? Waar zijn die van? Van de onderwereld of zo? Ga lekker weg. Ga lekker barbecue of zo of iets. Hoor die spinnen, je hoort ze, hè? Je hoort ze trippelen. Oh, ik heb honger. Ik heb eten nodig. Ik moet nou echt beginnen aan die farm, jongens. Ik neem een porkchop. Zo, mooi dan. Nou, je hebt een dak hoor, Erik. Ja, oeh, dankjewel. Ik ben farm aan het proberen te maken. Nou, dan ga ik weer door op tocht. Kruistocht. Kruistocht naar Pain. Hebben ze al... Hé, hey. Oh, het lekkerde. Merkt je dat? Oh, het lekkerde. Oh. Even. Ik had een lekstoot.
Oh, Claudia, heb je weer een heerlijke ei gelegd? Nou, ik pak hem nu nog niet op, maar ik wil hem zo graag even uitproberen of we nou eindelijk kindertjes kunnen krijgen. In bij jullie. Oké, okay, daar gaat hij, jongens. Voor alle hoop. Oh, Camilla, jammer. En Chantal, hoe gaat het met Chantal? Ook goed? Oké, okay, tof. Het gaat goed met onze kippetjes. Oké, okay, ik ben niet blij met die stomme... Oké. Okay. Ik ben niet blij met die skeletten, jongens. Ik ga hem vermoorden, want ik word hier moe van. Dat wil je niet weten. En hij blijft maar onder die boomcamp. Is dat normaal? Ja, want er is schaduw, schaduw en anders verbranden ze. Nee, joh. Oh, Dikker, joh. Genius. Dit spel, ik leer... Je leert nog iets, hè? The more you know. Oh ja, hij fikt even, ja. Hij is dood. Haha. Hé, het lukte met die... met dat water. Ja? Oh, ja, nice. Ja, ja. Dat was schön. Ja, ik heb heel veel mooie raampjes. Oeh, nice, dank je. Shin. Oh, joh. Het is shin. Shin, shin. Shin, shin. Shin, maar het is een beetje cheaten, hè, met dat water. Of is dat gewoon expres gedaan door de makers van, oh, kijk. Ik denk expres. Ja, ik denk het wel. Oh, dat ziet er niet uit. Wat ben je doen? Oh, je gaat hem helemaal, oké, dan doe ik hem hier ook nog. Oh, zou ik hem wel lang maken, zo. Boeien. Heb je nog genoeg glas, Roy? Ja. Oh, dan moet je van naar buiten lopen. Oh, wat heb je? Dat is wel gaaf zo. Ik ben even de farm een beetje mooi maken, joh. Zo. En heb je een ho, Roy, voor mij? Een ho. Een hootje. Hij is wel bijna kapot. Ja, oh, cool. Kom je neer. Ja, we hebben hoop nodig, hoor. Ah, ga maar even met die. Ja, is goed. Oh ja, overdag doen ze niks, die spinnetjes. Cute. Oké, okay, dit gaat goed. Oké, okay, zal ik wat Satan bij deze ronde doen? Want Erik is nog op pad natuurlijk. Mhm. Oké, okay, de meeste zaad heb ik nu gedropt. Nou. Even de borstjes lopen, sorry. Nee! Ga je de ramen doen ook? Oh, gaaf! Oh, dat is leuk. Ja, dat toch. Oh, en de bordjes dan? Ja, maakt niet uit. Oké, okay. Ja, we gaan toch nog die in een ander ding zetten, hè? Ja. Gaan we nog balkonnetjes maken hier? Dat is leuk, als ze in je etens waren. Ja, kijk. Oh, niet voor hem staan, ARB. Dat is heel niet leuk. Niks. Kijk, als je dit hebt. Oh. Oh. Ja, die is al precies op de andere helft. Ik drop even die zooi erin. Sugar hou ik wel even, dus voor etenswaren en wheat ook. Kijk, ik gooi daar even gunpowder in en wol en andere wol. Paddenstoelen, flint. Wat hebben we nog meer? Nou kijk, als we nou hier een balkonnetje maken, dat is ook leuk, van sters of zo. Ja. Dat is wel leuk. Oh, we kunnen ook boven een balkon. Oh, dat kan ook nog, ja, dat is ook leuk. Wacht, ik ga wel maken. Cute. Ik wil hem maken. Ja, is goed. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nog meer van die... Wat is er? Dat is zo cute. Ja, we missen alleen nog wat kleuren. Ik weet niet, hoe maakt je carpet ook weer? Nou, twee wol naast elkaar. Oei, zo'n kant ook. Kijk. Oh, wacht. Oh ja, leuk joh. Echt cute. Wat hè? Zo. Ja, het lukt ons wel in het huisje. En ik denk dat het tijd wordt dat we de video weer gaan beëindigen. Het is weer een leuke zo. Ja, het gaat zo snel. We zijn zo heerlijk bezig. Dames en heren, ik hoop dat je een leuke video vond. Geef een groen duimpje. Vergeet niet op Zaagsel Channel en Roy Games te kijken. Want ik ben benieuwd of Erik nog levend terugkomt naar ons huis.
Vergeet zeker niet even te kijken dan op hun kanalen. En bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende video. Doei doei. Doei. Doei.